Ik denk voor mij persoonlijk natuurlijk heel mooi omdat ik natuurlijk heb mogen spelen en dan ook nog uiteindelijk de eerste prijs pakken waar ik me nu te maak. En ik denk voor het team is het natuurlijk een hele mooie start van het nieuwe seizoen. Hoe is het moment nu voor je als je het vergelijkt met dit moment, start van de competitie, start van het seizoen, een jaar geleden? Ja, natuurlijk heel anders. Ik bedoel, ik heb natuurlijk nu een jaar bij Ajax al meegemaakt. Natuurlijk veel dingen meegemaakt, Champions League, 2 prijzen gepakt. Ik denk, alles heb meegemaakt wat je kan meemaken bij een club. En het is natuurlijk heel anders om nu te starten dan afgelopen seizoen. Ik heb natuurlijk veel wedstrijden bij Jong gespeeld, ontwikkelingsjaar gehad. Ik denk dat ik dat nu ook wel merk in mijn voorbereiding ten opzichte van vorig jaar. Heb je iets wat je kan aanstippen van dit voelt het meest anders? Of dit is nu zo anders dan toen ik hier vorig jaar bij Ajax binnenkwam? Ja, ik denk toch wel het systeem van Ajax. Ik bedoel, vorig jaar toen ik kwam was het toch wel wennen om alles. Ja, alles was nieuw. Heel ander systeem dan dat ik bij Fortuna moest spelen. En ik denk, waardoor ik dat jaar veel minuten heb gemaakt, dat ik dat wel heb geleerd. Want Schuur deed afgelopen seizoen in 29 wedstrijden van Jong Ajax mee. In die wedstrijden begon hij telkens in de basis, werd hij tweede aanvoerder en wist hij zelfs 4 keer te scoren. Voor de Limburger was het een logische stap om het eerste seizoen bij Jong Ajax te beginnen. Ik had Fortuna natuurlijk heel mooi afgesloten met een promotie en voor mij, ik was gewoon klaar voor een nieuwe stap en een nieuwe uitdaging. En ik was in principe er wel van uitgegaan dat het zo was gegaan als afgelopen seizoen, waardoor het eigenlijk een stuk makkelijker was omdat ik realistisch was. Daar is Schuurs en daar is het 2-1. Ik wist natuurlijk dat het niet makkelijk geworden of dat ik meteen het eerste ging spelen. En met Matthijs had je natuurlijk een concurrent die gewoon voor onze leeftijd al eigenlijk gigantisch ver was. En ik denk dat het ook natuurlijk geen reden aan toe was om hem te wisselen of duo te wisselen. En ik denk mede omdat hij nu weg is, komen er voor mij meer kansen te liggen. Schuurs heeft veel geleerd van zijn eerste seizoen in Amsterdam. Ja, ik denk vooral de trainers gewoon. Trainers en spelers om me heen, elke dag met de eerste training, daar word je ook gewoon al beter van. En aandachtspunten waar ik gewoon beter in moest worden. En ik denk, bij Ajax heb je genoeg trainers die individueel beter kunnen maken, waardoor ik stap heb gemaakt. Met welke trainer heb je veel gesproken? Was dat Michael Reiziger bij Jong Ajax of ook andere trainers rondom het eerste? Ja, tuurlijk. Ik denk vooral met Richard ook. Meedogenloos worden heeft hij me veel geholpen. Maar ook Schreuder en natuurlijk de trainer zelf. Maar ook mijn wedstrijden bij Jong maakte ik ook nog genoeg fouten, waardoor de trainers van Jong mij ook gewoon verbeterden. Meedogenloos worden, dat is iets dat kan iemand tegen je zeggen volgens mij. Dan denk je van oké. Maar geef ze dan ook tips hoe je dat moet doen of hoe gaat dat? Want, ik denk meedogenloos is natuurlijk iets dat je gewoon moet doen. Het is niet een plan of zo, maar ik denk door elke keer te herhalen op training en wedstrijden te blijven doen, alsmaar aan blijven te denken. Ik denk dat het daardoor gewoon beter wordt. Dus als jij dan een keer te lief een duel in ging, dan zeiden ze je per? Ja, moest ik gewoon. Ik bedoel, ik ben verdediger en ik weet wat ze van mij verwachten. En dan kan ik niet een duel verliezen van een aanvaller. Naast de tips van trainers leert Schuurs ook veel van zijn collega-verdediger Daley Blind. Daley speelt natuurlijk al heel lang op het hoogste niveau eigenlijk. Heeft natuurlijk al een hele mooie carrière achter zich. En is gewoon een ervaren speler, hele slimme speler. Waardoor ik, wat ik van hem leer is gewoon slimmigheid verdedigen. Ik bedoel, je hoeft niet altijd in een duel te gaan om een duel te winnen. Vaak kun je ook gewoon met slimmigheid een duel winnen. En Martinez heb je naast gestaan, dat zal waarschijnlijk iets anders zijn, want die is ook nieuw bij de club, spreekt andere taal. Ja. Maar dat ging wel goed tegen PSV samen. Ja, ik denk het was natuurlijk een van de eerste keren dat hij natuurlijk ook centraal speelde. Hij is een tijdje geblesseerd geweest, maar ik denk natuurlijk voor de wedstrijd hebben we een week getraind eigenlijk samen. En ik denk dat het ook goed is gegaan, ook in de wedstrijd. En natuurlijk is het lastig communiceren, maar ik denk op het niveau waar wij nu zitten, dat we van elkaar wel weten wat te verwachten. En wat is hij voor speler? Want hij komt echt als een soort van slager over, zeg maar. Ja. Hoe is het als je naast hem staat? Nee, ik denk dat iedereen wel hetzelfde beeld over hem heeft. Ik denk als je Nico ziet aan hem, dat je wel een beetje kan vergelijken qua spel. Ik denk dat hij gewoon verdedigend bijna elk duel wint. Terwijl hij toch niet heel groot is, maar toch luchtduels, op de grond, alles wint. En ik denk dat hij daarbij ook nog eens heel goed aan de bal is. Nou, zie je dat als een goede partner? Dat hij wint in dat echt die duels. Jij bent ook iemand die graag wil meevoetballen, dat jullie elkaar ook complementair zijn aan elkaar. Ja, vaak heb je natuurlijk nodig één iemand die, natuurlijk wat je zegt, vooral verdedigend heel sterk is, alle duels wint, maar ook iemand die aan de bal sterk is en graag opbouwt. Ik denk dat dat bij ons wel past, ja. Mogelijk kan een centrale verdediger tegen Vitesse zijn basisdebuut maken in de Eredivisie voor Ajax. Maar hij heeft dit seizoen meer doelen. Ja, ik wil dit jaar gewoon veel minuten maken in het eerste en heel belangrijk worden voor het team. En mezelf doorontwikkelen in dingen waar ik nog niet goed genoeg in ben. En
Ik denk, daar is de voorbereiding goed voor geweest, maar dat moet ik nu doortrekken. Heb je tegen je met jezelf ook afgesproken wat je daarvoor moet gaan doen? Ja, natuurlijk. Ik weet wat trainers van mij verwachten. En ik denk, dat zijn natuurlijk de belangrijkste dingen. De trainers moeten jou vertrouwen hebben en moeten jou goed vinden om uiteindelijk te starten bij het eerste. En, ja, ik denk, wat hun van mij verwachten, daar wil ik gewoon veel op trainen. Ja. Hoe kijk je terug op je eigen voorbereiding, op wat je hebt laten zien in het voorseizoen? Ik denk goede wedstrijden gespeeld. Natuurlijk veel de kans gekregen van de trainer om het eerste team te laten zien. En ik denk die kans wel gepakt, waardoor ik eigenlijk ben beloond om tegen PSV te starten. Ik denk dat ik gewoon persoonlijk een heel goede voorbereiding heb, maar dat het gewoon beter kan. Je moet nu worden afgerekend op Champions League niveau en niet op Eredivisie niveau. En daar moet ik gewoon naartoe gaan. Schuurs kijkt erg uit naar het begin van het seizoen. Ja, tuurlijk. Ik denk als je bij Ajax mag starten of je basisdebuut in de Eredivisie mag maken, dat het gewoon een hele eer is. En ik hoop dat het zo mag zijn. Ik denk als je kijkt naar ons team, natuurlijk ook een aantal aankopen gedaan. Ik denk als je nu kijkt wat we allemaal hebben, dat we gewoon een heel sterk team hebben. En natuurlijk, dat wil niet zeggen dat je zomaar alles gaat winnen. Ik denk gewoon elke wedstrijd 100% inzet. En dan, ik denk met deze kwaliteit dat wij hebben, moeten we gewoon naar het kampioenschap gaan.